Vrienden, welkom weer in de keuken. Ik kreeg een berichtje van Alfredo. Dankjewel, Alfredo. Alfredo schreef mij een recept van champignonsoep. Hij zegt, Harry, die moet je doen. Nou, ik heb hier en daar een paar veranderingen aangebracht. En dan gaan we dan, jongens, met Harry's champignonsoep. Pannetje erop. Ja, lekker. Ja, het begint lekker warm te worden. Dit valt ook weer in het kader van lekker simpel, snel en smakelijk. Want daar gaat het om, hè. Want je komt thuis uit je werk of wat dan ook. En dan wil je gewoon even snel iets lekkers maken. Nou, dat is dit, hoor. Dat is dit. We beginnen met 50 gram boter. Zo. Intussen, vrienden, heb ik alvast een liter water gekookt. Kijk, je zag de damp er vanaf komen. En daar gaan twee groentebouillonblokjes in. Rundelbouillon mag ook. Of groentebouillon in dit geval. 1, 2. Nou, die laten we even lekker oplossen totdat we een liter bouillon hebben. Boter is bruin. En hier hebben we de champignons. Die gaan erbij. 400 gram ongeveer, jongens. Lekker. Kleine stukjes gesneden. Komt ie aan. Nou. Even lekker die champignons opbakken. 4, 5 minuten. En zoals altijd, jongens, lekker wat peper en zout erbij, hè. Volgende stap. Lekker een gesneden uitjes erbij. En 2 teentjes knoflook. Gewoon lekker in die pan laten draaien en dan ruik je al een beetje wat het worden gaat, hè? Ja! Volgende stap, vrienden. 40 gram bloem. 2 eetlepels, zo ongeveer. Die gaan erin. En dan gaan we roeren, hè? En die bloem gewoon een beetje meebakken. En dat doe je ongeveer een minuutje. En dan komen we bij de bouillon. Ja, dat gaat nu gebeuren, hè? Dan gaat gewoon een kwart liter gaat er nu bij. Hup. Zo. Oh, jongens. Haha, ja, nu al. Nu al. Ai, ai. En als het dan weer een klein beetje dikker wordt, ja, dan gaat er weer wat bouillon bij. Ja, daar gaan we. Hop. En zo ga je verder en verder. Alle bouillon erbij. En dan nog even draaien. En nog even laten staan. En dan ben je er bijna. Kijk nou, zo snel gaat het dus. Is dit simpel, snel en smakelijk? Nou, dacht het wel. Dit is hem. Net gesneden. Heerlijke stukjes ham. Even er doorheen. Ja, dat hoor je niet vaak. Nee, maar wel bij Harry's champignonsoep. Hop. Ja. Tijd om even te proeven, hè? Ja. Ja. Hey. Ha. Ik kan jij natuurlijk helemaal zelf naar smaak afmaken. Met nog een beetje peper en zout en noem maar op. En dan heb je gewoon een heerlijke Harry's champignonsoep.